En slapeloze nachten, die zijn er genoeg, beste luisteraars in Suriname. Trouwens, overal zijn er wel slapeloze nachten. Maar in Suriname, daar gaan we dus over het een en ander over horen. We gaan nu overschakelen naar Ludwig, familie Ludwig. Goeienacht. Goedenavond. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit de regenachtige wouden in Suriname. Ik kom uit het binnenland, ik ben veel in het binnenland. En als ik u zeg dat wanneer een sibibuzi van nabij meemaakt. Ik werk met een aantal arbeiders in het bos. En er is een Hindoestaanse aannemer, ik zeg met name dat erbij, want vaak wanneer men praat over bossen, dan denkt men dat het onze tribale volken zijn die de bossen kennen. Maar er is een hardwerkende Hindoestaanse aannemer bezig een huis te bouwen midden in het bos. En de man die zou een avond blijven overnachten om het werk voort te zetten. Nou, de man heeft de volgende dag naar huis moeten keren, want hij heeft een verslag gedaan van wat regen aan uithaalt in het bos. En ik dacht, het is een belangrijk thema om u dat live vanuit de ervaringen van de Hindoestaanse aannemer die hard werkt met zijn arbeiders, is hij in het bos gaan slapen om de volgende dag vroeg te kunnen beginnen. En ik werk in de omgeving achter in het bos bij Cola Creek, 4 kinderen. Daar ben ik constant bezig. En de man die zou op dat perceel overnachten. Nou, er zijn daar heel veel wilde dieren. Het is een verzamelgebied, hebben biologen me verteld. Van allerlei wild. En ik vroeg die man, jongen, isribi boom. De man dacht, meneer, wat hij was daar niet. Asibibuzi, dus wanneer het regent in het bos, dan, en de man slaapt onder een heel groot afdakje van ik zeg afdakje, maar het is zeker 8 meter bij 8 bij 4 met zink. Maar ik minuman sribi, dus ze lagen in hangmatten. Die man zegt, het woei zo erg hard. En dan hebben we het over gisternacht. Ik geef een live verslag van Surinamers die in het bos ervaren hoe de regen regeert. Zo zeggen Surinamers dat. Alleen irrigeri. Wel, alleen irrigeri is de netiera. In heel Suriname. De man zegt, hij moest onverrichter zaken. Moest hij gewoon die volgende dag eigenlijk dat werk staken. Omdat werken bijna onmogelijk blijkt. Ja, en laat staan als je moet gaan met cement moet werken en het regent grote regendruppels die slaan direct alle cement weg. Het is ondoenlijk. En dan moet ik je zeggen, boven Paramaribo, dan doe ik zelf verslag van de sfeer in Paramaribo, hangen sombere wolken, waardoor het overdag heel somber is. Dus de zon schijnt niet en het is een beetje grauw. En er lijkt een constante mist te hangen in de lucht. Dus je kunt wel zien, want het is overdag. Maar er is een grauwe lucht. En ik kan me voorstellen dat in de Engelse taal, in het Verenigd Koninkrijk, Engelse Koninkrijk, zegt men, it's raining cats and dogs. Ja, en dan krijg je er echt een idee bij. Het zo erg naargeestig is dat. Om de hele dag mee te maken dat er allerlei regendruppels van allerlei formaten naar beneden komen. Af en toe regent het keihard, dan is het weer motregen. En Surinamers noemen dat fin-fin alleen. De fin-fin alleen, dat is het gevaarlijke. De gevaarlijkste regen is fin-fin alleen. En dat had je vandaag de hele dag in heel Suriname. Want ik ben toevallig naar het zuiden gegaan ook. En heb ik dus de gesteldheid zuidelijk. Ik heb ook gereden over de Afubakkaweg. En in de stad Paramaribo. Ik woon zelf in Noord. Ik kan u zeggen, het was een naargeestig grauw weer.
En alle Surinamers hadden een lang gezicht. Ze trokken een heel lang gezicht van ergernis over het wateroverlast overal. Overal waar je normaliter ook al wateroverlast hebt, was de wateroverlast enorm. En mensen die Zorg en Hoop kennen, kan ik u zeggen, dat gedeelte, maar dat hebben dus mensen die daar dat hebben meegemaakt. Mijn broer woont in die afdeling, zullen we zeggen, van Paramaribo, in dat gedeelte. Bij de Zonnebloemstraat, Wonglaan, u weet wel, via Bella, van Japanenstraat, alles onder water. Die goot die parallel loopt aan de Zonnebloemstraat, een hele brede goot, is buiten zijn oevers getreden. En je had dus water tot je enkels. Dat wil zeggen dat het water in de auto's komt. Ja, en het is dus behalve naargeestig, behalve een natte boel van je welste, is het troosteloos. Troosteloze sfeer hangt boven Paramaribo. En te bedenken, want daar gaat dit programma over, te bedenken dat in deze klimatologische omstandigheid er het land er heel slecht voor staat en de bewoners zich zorgen maken of wij wel in staat zijn een land als Suriname, zo'n mooi land. Onze ouders hebben gezongen over trots Suriname, trotse stromen. Of wij wel in staat zijn dit land in goede banen te leiden. En ik moet u zeggen, dat weer, want daar ben ik ben nog steeds over het weer aan het praten op mijn eigen manier, geef ik u een voorstelling wat je zich kunt voorstellen wanneer er aanhoudend tropische regens neerstorten. Dan begin je dat gevoel te krijgen dat men in Zuidoost-Azië heeft en in India, bijvoorbeeld met die natte moeson, waarbij het ook aanhoudend regen en de rivieren, de Ganges bijvoorbeeld, buiten zijn oeverstreed, en men met name in Bangladesh regelmatig overstroming heeft, waar vele doden te betreuren zijn. Dan kunt u zich een voorstelling maken. In Suriname is het niet zo ver dat er doden vallen. Wat dat betreft is ons land te dun bezaaid met mensen. Maar, niet dat ik die doden wil uitlokken hoor, maar ik wil alleen dit zeggen, dat wij het erge van de situatie in Suriname anders moeten uitdrukken vanwege de kleinschaligheid van onze bevolking. En dan wijs ik op het volgende, dat er een dambreuk heeft plaatsgehad in Coroni. En het is een waterkerende dam. Men spreekt van swampwaterkerende dam. Is de Injikondre heeft een breuk ondergaan. En het water is dus over het land gestroomd. Kortom, Coroni onder water. Nou, ik kan zo heel Suriname voor u behandelen, maar ik noem van die gemeenplaatsen waardoor u zich een voorstelling kunt maken. Sowieso heel Paramaribo Noord onder water. En er zijn wat grachten gegraven die in Paramaribo Noord het water naar de Suriname rivier moeten loodsen. Dus het rioleringswater en gewoon het afwateringssysteem is erop gericht dat die grote grachten in Paramaribo Noord het water moeten overhevelen naar de Suriname rivier. Maar wanneer het in de Suriname rivier springvloed is, ja, dan kun je wel het water overhevelen, wat ook gebeurt door die pompen, want die pompen werken als je ze aanzet. Maar er gebeurt niks, omdat dat als het niveau van het water in de Suriname rivier hoger is dan dat niveau in de grachten, dat betekent dat het water, ja, Je pompt het naar de rivier, maar het water komt terug. Weer terugstromen in die grachten. Dus er gebeurt gewoon niets. Dus u kent de wet van de communicerende vaten. Dus die niveaus van die verschillende grachten, die proberen op een gelijk niveau te komen. En dat oefent allerlei tegendruk uit, waardoor eigenlijk alles vol loopt en stilstaat. Dat is in Paramaribo aan de hand, waardoor binnen een wip en een zucht, ja, is dat hele land ondergelopen. En we hebben dus in Suriname nu een ernstige situatie, dat we aan de vooravond staan
van een watersnood. Ik hoor niet zeggen een watersnoodramp, maar in ieder geval zodanig veel water, ja, is er overal verzameld en is de bodem verzadigd geraakt, dat als dit zo doorgaat, dan vrees ik het ergste in de komende dagen. En dit is een appel aan onze rampencommissie. Ja, we hebben gelukkig, heeft Suriname een rampencommissie ingesteld, zodat we snel ter plekke kunnen zijn, ja, wanneer dingen verkeerd gaan, wat betreft wateroverlast onder andere in dit geval. En waarom haal ik dit aan? Omdat er een kritiek is op het ministerie van OW, dat hoewel er reeds woensdag sprake was van een dambreuk, de koronie, ja, en ik had het zo net erover, dat is die zwamp waterkerende dam in Intikondre, dat hoewel dus die dambreuk zich woensdag, afgelopen woensdag, heeft voorgedaan, er vrijdag nog niet door het ministerie van Openbare Werken ter plekke kennis was genomen van de situatie. Om u idee te geven hoe snel men in Suriname is, hè, met zo weinig objecten, een stilleggen van het land door de COVID-pandemie, zie je dat dus toch ons ministerie van OW niet in beweging komt. En als ik zo, ik zeg dit met een beetje nadruk, omdat de laatste weken deze minister in het nieuws is geweest en een beetje krasse taal heeft geuit richting de bevolking van Suriname. Hij verwijt de Surinaamse bevolking het een en ander. En dat hij het voor ze zou beren, op zijn Surinaams gezegd. Dat als wie niet horen wil, moet voelen. Het is een minister die op die manier denkt. Dus in feite gaf hij aan totaal niet open te staan voor kritiek. En laat staan om het kritiek, om de kritiek te verwerken in zijn beleid. Daarom zeg ik dat met name in de richting van deze minister. En ik wil erop wijzen, terwijl ik dit uit, ga ik een uitstapje maken. Want ik hoop dat ik mijn punten kan behandelen in dit korte programma. Namelijk, het is merkwaardig de manier waarop mensen van deze regering zich uiten over die bevolking. En dus ik geef het voorbeeld van het minister van OW, ja, die dus niet welgevallige taal uit als het gaat om de Surinaamse bevolking en om gewoontes die hier niet zo goed zijn om die te veranderen. Wie niet horen wil, moet voelen, zegt die minister in feite. Maar ik vind het nog erger dat onze president, en ik kreeg een voicemail, ja, van een internationaal bericht, waarbij onze president Chantigabrasat Santoki, in een interview, een internationaal interview, aangaande de IMF-kwestie, Suriname en het IMF, dat hij zich zo negatief heeft uitgelaten over zijn eigen bevolking. Hij sprak in dat interview, en dat interview is viraal. Dus je kunt er naar luisteren. Het bericht is afkomstig van een internationaal persbureau. En daarin zegt de president van Suriname dat zijn bevolking lui is. Ik heb dat bericht een aantal keren beluisterd om te kijken of ik me vergis. Ik hou even één voorbehoud dat er tegenwoordig hier wat fake dingen zijn. Dus ik moet even oppassen, maar ik ga toch iets zeggen. Omdat dit bericht constant wordt herhaald, zonder dat het gecorrigeerd is door ons Nationaal Communicatiebureau, heeft dat niet gecorrigeerd. Dus ik ga vooralsnog ervan uit dat ze op de hoogte zijn dat zoiets in kringen van het IMF is verspreid over de wereld. Dat president Santoki zegt dat hij een luie bevolking heeft. En ik ga even nog dit zeggen, dat ik heb proberen hem te begrijpen. En ik denk dat ik hem begrijp. Ik ga meneer Santoki nou in verdediging nemen. Hij bedoelde het volgende. Want in het bericht staat er een merkwaardige zin die taalkundig gezien is gaan zweven. Namelijk, er staat ook zo'n zinnetje van, ja, daarom hebben ze, dus de Surinaamse bevolking is lui, daarom
heeft men, en dat is dan zijn aanhang, dus de nieuwe regering, de vorige regering weggestemd. Dus eigenlijk wilde meneer Santokhi het beren voor meneer Boutersen, internationaal. Maar door zijn gebrekkig Nederlands heeft hij dat zo verhaspeld dat hij in feite heeft gezegd dat hij een luie bevolking heeft. Maar hij bedoelt eigenlijk, die mensen van de NDP hebben er een potje van gemaakt in Suriname. En zijn niet alleen lui, ze hebben ook nog gestolen. Ja, dat wil hij aangeven. Maar ik wil meneer Santokhi zeggen als president, wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Meneer Santokhi moet voorzichtig zijn dat hij nu vanuit de partijpolitiek van de VAP president is van de gehele natie. Hij is de vader des vaderlands. Dus wanneer hij in zijn hoofd een gedachtensprong maakt waarbij hij eigenlijk een antwoord moet geven aan de deskundigen van het Internationale Monetaire Fonds, het IMF, dat hij dan goed moet nadenken van ja, het is inderdaad zo dat de NDP een potje heeft gemaakt van Suriname, maar dat kun je niet als argument naar het IMF toe gebruiken. En met name ook het feit dat meneer Santokhi de persoon is geweest die namens zijn VHP een brief heeft gestuurd naar het IMF om het IMF af te raden om de regering Boutersen geld te lenen. Dus eigenlijk ging meneer Santokhi ging voor zijn eigen gelijk. Van, ik had jullie gewaarschuwd, leen die man geen geld. Jullie zijn die man geld gaan lenen. Kijk wat hij heeft gedaan. Hij heeft dat hele land naar de verdoemenis gebracht. Dat is wat meneer Santokhi heeft willen zeggen in een interview met de persdienst van het Internationale Monetaire Fonds. En waarbij hij zich zeer ongelukkig heeft uitgedrukt. Waarbij hij het Nederlands dat hij gebruikt heeft, die verhaspeld. Waardoor de vertaling in het Engels de indruk wekt dat Santokhi is gaan klagen bij het IMF over zijn luie Surinaamse bevolking. Dit is mijn analyse van wat pas geleden is gebeurd en het circuleert op het internet en in de sociale media. En ik vind het niet zo leuk dat onze president daarin het voortouw neemt. Ja, je moet goed bezind eer je begint. En dan ga ik een soortgelijk, ik ga die stap maken naar de actualiteit van de staking die Suriname ook heeft bezighouden, behalve dat het zo regent en het een somber weer is. U weet, een nargistig, somber koude rillingen weer. Ja, dan gebeuren er allerlei dingen. Mensen op straat die het niet meer kunnen redden. En die hebben besloten de politieactie van de politievakbond, die in staking is gegaan voor gewoon materiële eisen, betere arbeidsvoorwaarden, et cetera. Dat dus die aanvankelijk door de politiebond geplande staking plotseling is uitgegroeid tot een massaprotest. Heel Suriname praat erover. Er waren aardig wat mensen op de been om de regering Santokhi duidelijk te maken dat zij het niet meer gaan redden en zich aan het beraden zijn of men die regering Santokhi, die men verantwoordelijk acht voor de ontstane situatie in het land, als men die niet het een en ander verwijten kan. Dus die staking die gewoon is begonnen om looneisen, om te wijzen erop van jongens, we hebben te weinig geld in onze pocket en de prijzen worden bij de dag duurder, want daar kom ik straks op wat ik zelf heb meegemaakt. Het is heel ernstig wat er nu in Suriname plaatsvindt. Ik ga u zeggen, je voelt je zelfs beledigd. Je voelt je beledigd als ik zei u net, ik ben met bouwwerkzaamheden bezig. Ik gaf u een rapportage van mijn Hindoestaanse aannemer die een huis aan het bouwen is in het binnenland. Ik ben een boerderij aan het opzetten. Samen met een paar goede vrienden van mij. En dan merk ik het, want ik moet inkopen doen. En als ik voor een steen in Suriname meer dan 10 SRD moet betalen. Het was 11,50 SRD. En dan praat ik over de firma Fabi. Ik noem die namen.
Omdat, waarom ik die namen noem, is niet om het op zijn Surinaams uit te drukken. Om het te beren voor deze of gene. Ik wil aangeven dat het niet meneer Van Milieu is die de zaak zit op te jutten of op te ruien. Het is de realiteit in Suriname. En ik moet u zeggen, ik ben er zelf mee geconfronteerd. Daarom geef ik dit voorbeeld. Ik ga naar Fabi om stenen te kopen om te bouwen. En een steen kost in Suriname boven de 10 SRD. Ja, voor één bouwsteen. Men spreekt over 4000 bouwsteen. Ja, en dan betaal ik vorige week een bepaalde prijs. Ik koop een paar honderden stenen. Maar ik had nog zo'n partij nodig. Dus ik bestel diezelfde partij stenen. Bestel ik weer. En ik val achterover als ik die prijs hoor. In één week is die steen, ik moet haar die grani geven, is Nita Ramcharan van Star News, die onder vreselijk kommervolle omstandigheden erin slaagt toch Star News boven water te houden. Maar ik moet u zeggen, het is een harde job. En omdat ze zelf ook schrijvend is en het inhouden van de politiek afweet, doet ze het redelijk en krijg je redelijke informatie van Star News. En ik moet u zeggen, ook een compliment voor meneer Brave, die onder hele zware omstandigheden toch de ware tijd boven water houdt. U weet dat de ware tijd minder moet verschijnen. In verband met allerlei problemen en van COVID onder andere. En desalniettemin houdt meneer Iwan Brave de ware tijd in de lucht, of tenminste gaande. En dat zijn lofwaardige zaken. En trouwens, wat pluimpje geldt voor alle Surinaamse dagbladen, behalve het dagblad Suriname, omdat die boven water blijft door corruptieve handelingen die achter de schermen plaatsvinden tussen die redacteur van het dagblad Suriname en zijn vriendjes in de regering. Want daar hebben we hier wat mensen over geklaagd. Ik zeg dit onder voorbehoud, want in Suriname heeft men iets ontdekt. Men kan je snel een proces aan je broek smeren. Ik heb het erover dat er geklaagd wordt over deze meneer, dat hij voordat hij begunstigd werd als relatie van de president, dus voor de verkiezingen, was hij de redacteur van een kritische krant en had hij allerlei kritiek op meneer Boudersen, waarin ik hem van harte ondersteunde. Het is ook een van de betere opgeleide Surinaamse journalisten. De man weet van wanten, daarom heeft hij ook zijn media. Maar die switch die hij heeft gemaakt binnen enkele dagen, toen hij bleek relatie te zijn van Melissa Santoki en ook relaties bleek te hebben met de president en bevorderd werd tot adviseur van de president van Suriname, toen is de teneur in zijn krant ook veranderd. En meneer begon in feite Brunswick uit te schelden. En weet je wat ik erg vind? Dat die Surinamers, men merkt het niet op. Men speelt Oost-Indisch doof. Die man, dan heb ik het over die redacteur van het dagblad Suriname. Ja? Farid Pirkaan. Die man heeft openlijk in zijn televisieprogramma's, in zijn dagblad, heeft die man de vloer aangeveegd met Brunswick. Brunswick zou president Santoki in problemen brengen. En dat is ook tot nu toe de mening van een bepaalde kern in de regering Santoki. Er is een verdeeldheid in die regering. Santoki heeft niet meer de teugels in handen van zijn eigen regering. En de kritiek begint in zijn eigen kringen. Er is dus een groep vrienden, en deze meneer Farid Pirkaan behoort daartoe. Nogmaals, ik ben niet persoonlijk bezig hoor. Want ik vind hem een aardige man. En ik vind hij is creatief in zijn vak. Maar ik heb kritiek op zijn politieke stellingname. U moet goed naar me luisteren. Want men luistert hier in Suriname heel slordig. Dus ik uit kritiek op de politieke stellingname van een belangrijke man in de media, die dus de verantwoordelijkheid moet nemen om zich een beetje in te houden wanneer hij weet dat zijn positie is veranderd. En ik probeer objectief te zijn. Diezelfde kritiek
had ik ook kunnen uiten op meneer, ik zeg maar wat, meneer Limburg, die nu uit de gratie is, maar een tijd lang beschermd werd door de status quo van meneer Boudersen, en dus zich kon permitteren om een beetje scherp uit de bocht te komen. En ik wijs ook op de, het gaat om de relatie politiek en journalistiek. En ik wijs op met name Wien Tellegt, ja, een collega van ons. Ja, het is niet om ze te bespreken, maar ik breng het vraagstuk aan de orde van de relatie politiek-journalistiek. Omdat meneer Santoki vandaag de dag alle journalisten die kritiek leveren op meneer Santoki ziet als vijanden van de VAP. En dat is niet juist. En daarom haal ik het voorbeeld aan. En ik ga even terug naar Wien Tellegt. Het voorbeeld, Wien Tellegt, een van de meest briljante Surinaamse journalisten van dit moment, ja, is een beetje achteruit gegaan in de afgelopen weken. Dat is mijn visie. Maar blijft met kop en schouders uitsteken boven collega's. Hij is een jonge, frisse figuur die zijn uiterste best doet. Omdat ik weet hoe moeilijk het is in die journalistiek om je informatie te vergaren. En je moet als het ware op eieren lopen. Want je krijgt van alle kanten kritiek. Ga je een beetje naar links, dan krijg je kritiek van rechts. Ga je een beetje naar rechts, dan krijg je kritiek van links. Dus ik weet hoe moeilijk het is. Maar Wayne is vanwege een persoonlijke kwestie die heeft gespeeld. En men moet er niet zo kinderachtig over doen. Het is gewoon gebeurd, dus je mag erover praten. Maar meneer Wayne Tellegt is in een zedenkwestie is hij negatief besproken. Toen heeft die laffe partij, vind ik, NPS, hem niet pontificaal verdedigd, maar heeft hem een beetje aan de zijkant geschoven om de schade zo minimaal mogelijk te maken voor de NPS. Ja, en je ziet dus dat het onduidelijk werd naar buiten nadat Wayne Tellegt zelf bekend had gemaakt dat hij nu gaat overstappen naar de politiek. Dat vind ik heel eerlijk van hem. Een eerlijke journalist die gewoon heeft gezegd, luister, ik ben journalist, maar ik ben lid van de NPS. Dus ik ga die NPS steunen. Maar toen hij negatief in het nieuws was, heeft de NPS zich direct teruggetrokken. En ik bedoel met name op meneer Rusland, op wie ik straks kritiek ga leveren. Ik heb het nooit zo gedaan in mijn programma. Waarom ik dit moment is, gaat u straks duidelijk worden. Dat ik nu vind dat we die dingen recht voor zijn raap moeten zeggen. Namelijk, meneer Rusland, die doet alsof hij niet eens is met meneer Santoki, wanneer er dingen gebeuren in het kabinet, zoals bijvoorbeeld het benoemen van de broer van Brunswijk in verschillende functies, dan ziet hij dat dat niet door de bugel kan, en dat met name DA91 met een zeer goede, scherpe verklaring naar buiten is gekomen, ja, en de vinger op de zere plek heeft gelegd, dan zie je dan dat meneer Rusland begint het warm te krijgen. Je kan ook zeggen, hij begint het koud te krijgen in verband met die regen die nu valt. Maar het komt erop neer, hij voelt nattigheid. Het is misschien, het klopt als beeldspraak, als een bus. Hij voelt nattigheid en dan gaat hij een pas op de plaats maken. De Rusland die je nooit hoort als het gaat om kritiek te leveren op de regering Santoki. In de NPS wordt steen en been geklaagd over zijn slappe houding. En dan hoor je plotseling meneer Rusland, die komt ook scherp uit de bus tegen de broer van Brunswijk. Nee, hij is ook niet eens met die benoeming. Maar meneer Rusland zelf heeft pas geleden een benoeming gekregen samen met meneer Somohardjo. Ze zijn adviseur van staat geworden en krijgen een ministersalaris naast hun salaris als politicus, als parlementariër. Dus zij zitten ook in dat schuitje van elkaar te bevoordelen, van corruptie, van nepotisme. Ze zitten in datzelfde schuitje. En dan zie je dat die man in feite denkt dat we allemaal dommerikken zijn hier in Suriname. Dan gaat plotseling meneer Rusland wordt criticus. Hij heeft kritiek op Leo Brunswijk. Dan zeg ik, meneer Rusland, jij bent de laatste die dit moet zeggen, omdat de hele bevolking kritiek heeft op u. Namelijk, ik vind nogmaals, meneer Rusland als persoon is een amabel figuur, is ook een heel slimme man, heeft gestudeerd,
en is een goed politicus. Maar wanneer hij politieke fouten maakt, moeten we dat kunnen zeggen. En dan moet men niet stemming gaan maken daarmee, jongen, hier van familie Berazanji Rusland. Nee, ik leg de vinger op de zere plek. En dan ga ik terug naar het nieuws, want ik ben eventjes in een zaar zijwegen gegaan, alleen maar om aan te geven wat de sfeer is in dat land. Die bevolking is boos. Die bevolking is ontevreden. En dan heb ik nog één kleine sneer heb ik gereserveerd voor de NDP. Want wat is er gebeurd afgelopen week? De politiebond is in een staking gegaan. Het is de politie. En dus die mensen zijn op straat opgegaan. En dan zie je dat die actie, namelijk het duidelijk maken aan de wereld en aan de publieke opinie dat men niet eens is met het nepotisme, de vriendjespolitiek en de etnische voordeelpolitiek die hier en daar bedreven wordt. Dus die bevolking is boos. Die bevolking begrijpt niks van die COVID-maatregelen. Ze worden op straf gezet en dan zegt men tegen ze, ze moeten bijdragen aan de volksgezondheid. Ze zien die relatie niet. En dan worden ze geconfronteerd met wat ik je net voorhield, dat van de een op de andere dag alle Chinese winkels, kruideniers en wie iets verkoopt, zijn spullen gewoon duurder maakt. En dan zeggen ze, ja, lees de krant maar waarom onze spullen duurder worden. Dus iedereen is de boel aan het bedriegen in dit land, waardoor er geen leiding meer mogelijk is. Dus dat is mijn kritiek. Dus dat alles uit zijn voegen lijkt te barsten, omdat men niet consistent is. Meneer Rusland is niet consistent. Hij accepteert dubbele salarissen, maar hij protesteert tegen een dubbele salaris van meneer de broer van Brunswijk. Hij protesteert ook niet tegen Brunswijk zelf, want ik denk dat hij een koekje van eigen deeg gaat krijgen. Dus hij kiest zijn slachtoffers uit en hij denkt, nou, die Leo die kunnen we pakken, want die heeft het nu te bond gemaakt met, ik geloof, zes functies heeft hij bij EBS. Heeft hij in één bedrijf, heeft hij twee verschillende functies. En voor al die functies wordt hij apart betaald. Dat is de corruptie die nu in Suriname heerst. En dan moeten we meneer Rusland duidelijk maken dat niet hij de persoon is die met een grote mond, met een veel trompetgeschal, kritiek kan gaan uiten op zijn eigen regering. Dus ik liever kritiek op meneer Rusland. Ik luister liever naar DA91. Die behoort niet tot deze regering. En die heeft niet bijgedragen tot deze chaos in het land. Dus die A91 heeft alle recht om de vinger op de zere plek te wijzen. En ik steun de politiebond en de protesterende politieagenten, die het heel zwaar hebben, met weinig middelen orde en gezag moeten handhaven in Suriname. En met name in zo'n crisis, want ik ga u zeggen, wanneer jouw primaire basisbehoefte, jouw basisbehoefte, wanneer die niet kunnen worden behaard of vervuld, hoe je dat zegt, ja, dan ben je onrustig. En die bevolking is onrustig. En die bevolking heeft 100% gelijk. En daar is men massaal de straat opgegaan toen de politiebond overging tot staking. Ja. En onder leiding van meneer Prade, ja. Maar nu, dus ik was bezig te behandelen waarom ik ermee oneens ben dat de NDP zich gaat bemoeien met die staking van de politie. Want dan zie je dus dit gebeuren in Suriname. Er is een terechte staking. En ik moet u zeggen, terecht. Regering Santokhi kan niet verweten worden dat ze geen oor heeft voor de protesterende politieagenten. Dus de regering heeft op een ordentelijke, duidelijke manier bekendgemaakt dat ze graag met de woordvoerders van alle vakbonden aan tafel wil gaan zitten om problemen op te lossen. Maar dan zie je dit gebeuren, dat er uit bepaalde hoek in die samenleving, en die hoek is de NDP, dat de NDP denkt dat zij in feite garen kunnen spinnen. Zo noemt men dat in fatsoenlijk Nederlands. Men wil garen spinnen bij de problematiek die meneer Santokhi over zichzelf heeft afgeroepen. En dan gaat men garen spinnen daarbij om zich te gaan mengen in het conflict tussen de politiebond en de regering.
En dan wordt die staking, die eigenlijk een staking is om de kosten van levensonderhoud, om loonsverhoging, om betere arbeidsvoorzieningen voor de politie, et cetera, die wordt omgebogen naar een politieke staking. En daar, dat moeten wij doorzien. Vandaar deze analyse. Men moet er niet in trappen. Het is geen actie nu tegen meneer Santokie als persoon. Het is niet Santokie tegen Boudersen. Want Boudersen wil dat we Santokie nu wegjagen. En dan moeten we Boudersen weer zetten. Nou, als de Surinaamse bevolking dat doet, dan is men dommer dan dom. Dus het gaat niet om personen. Het gaat erom, wij moeten dit land vooruit helpen. O, op een politiek van Nodu, sa etjara kondre ga waka heeft een, het zijn niet mijn woorden, het zijn woorden van een man van de markt. En toen ik het hoorde in een interview, zei ik, hey, deze woorden moet ik onthouden. Want die man, die zegt het precies zoals het is. O, op een leiderschap van Nodu in a kondre, voor een man of een partij, sa kan tjara a kondre ga waka. De akondre ne waka boom, en ne waka boom in akondre. Ja, en dat zegt iedereen. En dat is wat die bevolking, middels ondersteuning van die politieactie, van de politiebond, de actie van de Surinaamse politie tegen de regering, heeft men willen uitdrukken dat het niet goed gaat met de portemonnee van de politie. Het gaat ook niet goed met het materieel van de politie. Het gaat niet goed met het gezag dat de politie in Suriname dient te hebben. En waarom? Omdat er stokers op de achtergrond zijn die tegenstellingen creëren die men niet doorziet. Namelijk, men is met een kunstmatige tegenstelling leger en politie bezig. Ik ga u dat ding uitleggen voor de zoveelste keer. Ga ik erop wijzen. En er is een meneer Boudersen die nu politiek is uitgeschakeld in Suriname. En die natuurlijk op het vink, men noemt het, hij zit op vinkentouw, zo noemt men dat in het Nederlands. Ja. Hij zit op vinkentouw, dus hij wacht een moment af om garen te spinnen bij de nieuw ontstaande situatie, waarbij meneer Santokie grote politieke fouten maakt. Maar niet elke regering die grote politieke fouten maakt, moet verdwijnen. Dat is geen politiek. In politiek mag je fouten maken. In het verkeer mag je ook fouten. Iedereen die zijn diploma heeft in het verkeer mag deelnemen aan het verkeer. Iedereen die een rijbewijs heeft en een goed voertuig. Maar je maakt toch fouten. Je hebt iets niet gezien. Of je bent vergeten naar links of naar rechts te kijken. En je zit weldra in een ongeval. Maar dat wil niet zeggen dat je dan het verkeer moet afschaffen. Dat wil niet zeggen dat als je door rood rijdt en de politie pakt je, dat verkeerslichten moeten worden afgeschaft. Of dat jij moet worden verbannen uit het verkeer. Je moet goede maatregelen treffen wanneer er fouten worden gemaakt om jouw systeem te verbeteren. Ik kan een kleine anekdote vertellen. Ik was in Nederland, toen liep ik in Amsterdam en een persoon die reed in een van die Amsterdamse straten in een hele verkeerde richting. Die man was spookrijder. Hij reed verkeerd. En iemand zag dat. En die man werd aangehouden door de politie. En de politie bekeurde die man. In Nederland gebeurde dit. En die nam zijn voertuig in beslag. De man werd meegenomen met een Suriname, zeg maar, met een politieauto, noem maar in Suriname, met een pro-wagen. Die man werd meegenomen naar het bureau, et cetera. En er volgden allerlei sancties. De man kreeg een bekeuring, auto in beslag genomen. Die auto werd weer getest als... Hij kreeg ook een alcoholtest om te kijken of hij onder invloed van alcohol was. En noem maar op, allerlei dingen worden op die man losgelaten. En die man moet op zijn minst één dag gaan brammen in een cel. Houden ze hem opzettelijk om de les te leren. Dat hij zo'n overtreding niet mag maken. En het eindigt natuurlijk met een behoorlijke boete. Zo. En iemand vertelt dit verhaal aan anderen in Nederland. Zeggen, ja, zie je, kijk, wij zijn goed hier in Nederland. We straffen ze flink af. Als ze verkeersovertreding begaan, dat moeten ze ook in andere landen doen. Toen zei een Spanjaard die naar het verhaal luisterde, zegt ja, maar bij ons in Spanje zijn we niet zo dom als die Nederlanders. Ik vertel het verhaal verkeerd. In Nederland
Nadat die man die bon, dan moet ik het verhaal goed vertellen. Nadat maar voordat, voordat je dat verhaal goed gaat vertellen, Ludwig, eventjes een opmerking van iemand uit Suriname. Omdat je toch opnieuw dat verhaal gaat vertellen, zeg ik het even. Een politieman uit Suriname die gaf mij door dat de politie in Suriname niet in staking is gegaan. Ze voeren acties, maar dat wil niet zeggen dat ze in staking zijn gegaan. Ze hebben het werk niet neergelegd, zegt die politieman uit Paramaribo. Het is een zeer goede correctie. Ik dank hem hiervoor. Dus laat me dat inderdaad aanpassen, want je moet tegenwoordig op je woorden letten. Want door, het is juist van belang om te zeggen dat het acties waren en geen staking. Waarom? De politie heeft daardoor ruimte gelaten voor de regering om tot oplossingen te komen om niet tot staking te hoeven over te gaan. Dus ik vind het een hele goede correctie. Dank ervoor. Ik ga door met die anekdote in Amsterdam van de politie. Namelijk, dus de man krijgt in Amsterdam een boete. Maar het einde van het verhaal is dat die man naar huis mag gaan na de betaling van die boete. Mag je naar huis of je krijgt die boete later, maar jouw voertuig wordt je teruggegeven. Je voertuig wordt weer onderzocht. Je krijgt ook een alcoholkeuring. Ja, en als je al die testen doorstaat, dan zegt de Nederlandse wet, mag je naar huis gaan, dan heb je alleen een foutje gemaakt. Je wordt daarvoor beboet en je bent de volgende dag weer op straat. Je bent zelfs de avond zelfs nog in het verkeer. Maar toen hoorde een Spanjaard dit verhaal en die zegt, ja, jullie in Nederland zijn te soepel. Wij doen het anders in Spanje. Bij ons wordt die auto permanent in beslag genomen, direct. Die man heeft zijn auto kwijt. En dan moet hij volgens bepaalde procedures kan hij weer aan zijn auto komen. Maar in Spanje ben je auto kwijt, zegt die man. Je krijgt niet alleen een reprimande of een bekeuring. Je moet, dus als je die boete niet direct betaalt, kunnen er allerlei sancties worden genomen, et cetera. En je belandt niet zelden in de gevangenis, zegt die Spanjaard. Dat je voor een kleine verkeersovertreding direct in een gevangenis kan belanden. Ja, als bepaalde dingen niet duren bij je. Als er meer dingen op je worden gevonden, ga je direct de gevangenis in. En dan ga je door gebruik te maken van advocaten natuurlijk. Want Spanje is een democratisch land. We leven niet meer onder Franco. Ja, dus je hebt ook je democratische rechten om eruit te komen. Maar jij rijdt enkele dagen geen auto. Want je hebt de verkeersovertreding begaan. En toen een man dit verhaal hoorde, zei die Nederlander die het verhaal hoorde, daarom gaat men in Spanje niet vooruit. Want die Hollander is slimmer. Die Hollander, die ziet jouw fout in, want het gaat, mijn voorbeeld gaat over fouten die men kan maken. En fouten moeten gecorrigeerd worden. Maar je moet met hersenen, je moet je hersenen gebruiken als je fouten corrigeert. En Suriname heeft een beetje die Spaanse traditie om mensen te willen pesten, te willen pijnigen. Ze gaan je oproepen om op het bureau te komen, om te komen knielen. Ze gaan je een avond laten slapen om je te pesten. En dan halen ze jouw voertuig weg of ze geven je een verbod dat je het kan gebruiken. Terwijl je met het voertuig moet werken of je vrouw naar het ziekenhuis moet brengen. Het interesseert ze niks. Maar in Nederland geeft men je direct je auto terug. Want men wil niet, omdat je een fout hebt gemaakt in het verkeer, dat je de economie verstoort. Die mannen kopen dat ding af. Jij moet die man betalen. Geef de staat. Men zegt met een mooi spreekwoord, geef de keizer wat de keizer toekomt. Ja, geef de keizer de boete. Dus de burger wordt beboet, maar krijgt zijn voertuig terug. Ja, en in sommige landen, en het verschilt per land, maar u kunt nagaan in alle landen wat het gedrag is, dan zie je dat heel vaak die politie, want daar gaat het om. Ik heb het over die mentaliteit van de politie, dat je ziet dat die politie dan in feite mensen aan het pesten is of niet doorheeft dat het om grotere zaken gaat, dat er het achterliggende probleem is die economie van het land. Jij kan niet zodanig maatregelen treffen waardoor die economie geschaad wordt omdat iemand een foutje heeft gemaakt. En ik heb het over de fouten van de politici. We maken allemaal fouten. Ik heb zo net een fout gemaakt
door niet te zeggen dat het, door te zeggen dat het een staking was, terwijl een attente politieman mij erop wijst dat het ding prikacties zijn of acties, hè, om juist die regering alert te maken. En dan zie je dat stokers in Suriname, onder andere uit de richting van de NDP, ja, dit gaan gebruiken om die actie van de politie om te zetten in een politieke staking. Daar heb ik me vergist. Dus dat ik staking gebruikte. Want de NDP heeft het in die richting geduwd. En dan krijgen allerlei figuren die zich met die acties gaan bemoeien. Ja, omdat zij zelf niet tot acties kunnen komen. Dan gaan ze, men zegt het in fatsoenlijk Nederlands zo, men gaat meeliften met de succesvolle acties van de politie. Ja, en men geeft er een politieke draai aan. En dan gaat het lijken alsof de politie op straat is gekomen om Santokie weg te jagen. Nou, ik weet niet of het slecht is om hem weg te jagen. Daar ga ik me niet over uitspreken. Maar in ieder geval is het geen politieke actie geweest. Het zijn acties voor vakbondsrechten en voor materiële en immateriële eisen van de politie. En die heel legitiem zijn. En het einde is er nog niet. Omdat maandag gaan de partijen bij elkaar zitten. Meneer Miskin die heeft dat geuit. En er is in de tussentijd, wordt er over en weer wordt er gediscussieerd. Ook de militairen zijn ingeschakeld. Want kijk, als de politie uitvalt, dan vraag je je af, wat gebeurt er met de andere tak van de gewapende macht? En ik heb al eerder in het programma heb ik uitgelegd, en ik ga het even in het kort even aanstippen, dat er van oudsher de politie een bepaald gezag heeft in Suriname, ja, en altijd waakzaam is, ja, en de militairen hebben een bepaald gezag in die samenleving. Maar door de loop van de geschiedenis, de politie is ontstaan uit de planterseconomie. De plantage-economie, waar planters, Europese planters, die planten door middel van slavenarbeid, planten ze in de plantage, en de weggelopen, de strijders die hun vrijheid zochten, die weggelopen waren van de plantages, die vielen, de marrons noemen ze, die vielen de plantages aan, en toen hadden de plantages in Suriname heel veel schade. Toen heeft de planters elite aan Nederland verzocht van luister, komen jullie ons beschermen, want die weggelopen slapen, die komen s'nachts, komen ze eten stelen op de plantage en ze komen vrouwen roven, dus kom ons helpen. Toen heeft Nederland geantwoord, luister, jullie zijn planters, jullie planten dingen door middel van slavenarbeid en jullie verkopen die dingen, ja, jullie maken je winst, dan moet je uit jouw eigen geld moet je die beveiliging bekostigen van je eigen waren. Zo is dus, ik ga even terug naar die geschiedenis, dat vanuit dit standpunt zijn die planters hun eigen scouts gaan opzetten, en daarom heet een Surinaamse politie het scoutu. Scouts waren gewoon wachters. Scout bij nacht, je moest horen wachtie. De scout. En de scout is de scoutu geworden in Suriname. Dat zijn die scoutus. Ja, en dat zegt dus dat al die nazaten van de slavernij gewend zijn aan die... Want die scouts moesten ook die slavenmacht beschermen. Dus die hebben sympathie gekregen bij de bevolking. En die militairen komen in de geschiedenis voort uit een bescherming door Europa, door Nederland, van zijn kolonie. Als Nederland problemen heeft met Engeland of met Frankrijk of met een ander land, dan stuurt men versterking naar Suriname om de kolonie Nederland te beschermen. En dat is met name gebeurd na de Tweede Wereldoorlog. Toen heeft men gestuurd de troepenmacht in Suriname, de TRIS, de TRIS. De troepenmacht in Suriname, dat waren Hollanders, hier en daar gesteund door een Surinamer, die de kolonie Suriname moesten beschermen voor Nederland. En uit die groepen, dat zijn in Nederland opgeleide gewapende machten, ja,
en tegenover de Surinaamse politie een dichter bij de bevolking staande gewapende macht. Ja, toen heeft Bouterse de boel verstoord in 1980 door die staatsgreep, is er een tegenstelling ontstaan tussen de politie in Suriname en de militairen. En die militairen hebben die politie vernederd en op een dikke buiken laten liggen. Ja, en spelletjes met ze gedaan. Echt gênant. Ik moet u zeggen, ik ken de vader van Roelant Snijders heel goed. Een zeer respectabele man die verdienstelijk is geweest bij de militaire kapel. Diverse prijzen in de wacht heeft gesleept. Die moest op zijn buik gaan liggen en hij had niet zo'n kleine buik. En dat was een hilarisch moment waarover gesproken werd. En dat was de bedoeling van Bouterse en de militairen. Ja, men had eventjes de politie, die werd beschermd door Aaron. Die werd beschermd door meneer Walker. En die had men de opdracht gegeven om te schieten op de militairen. En daarom waren die militairen zo boos dat ze de politie een hakje hebben gezet. Maar dat conflict is tot de dag van vandaag nog in de ether. Het is nog valide. Dat conflict bestaat nog steeds. En dat is het gevaar van die afgelopen acties van de politie. Dat je ziet dat weer op de achtergrond de NDP er een politieke kwestie van probeert te maken. En het is een waarschuwing richting politie om zich niet te laten gebruiken, ja, door die handlangers van de mislukkelingen van de NDP. Dus dat wil ik even aanhalen bij het behandelen van het nieuws over de acties van de Surinaamse politie die volgende week een vervolg krijgen. En ik hoop dat ik u nog meer in de diepte de analyse kan geven waarom het niet botert tussen de Surinaamse leger en de politie, en waarom mevrouw Matura een moeilijke klus nu heeft om ervoor te zorgen dat die kloof tussen militairen en politie, dat die niet dieper wordt, maar dat die geslecht wordt en opgelost wordt. En ik pleit in dit opzicht voor die regering Santokki, dat die de kans moet krijgen om het conflict op te lossen. We hebben niets op dit moment in Suriname aan verscherping van de tegenstelling. Let wel op mijn woorden. Ik zeg, er is heel veel kritiek mogelijk op de huidige regering, want ze doen het helemaal niet goed. Maar mensen kunnen fouten maken en dan moeten mensen de gelegenheid krijgen om die fouten te corrigeren. En ik geef aan tegelijkertijd dat terwijl ik die kritiek uit, ik ook de noodklok luidt van meneer Santokki, dat het moment aangebroken is waarop die bevolking een beetje genoeg begint te krijgen van die nietszeggende antwoorden van de regering Santokki en van de corruptie van de zijde van Ronnie Brunswijk. Ja, die het nu helemaal te bond heeft gemaakt door zijn broer en allerlei familieleden gronden toe te wijzen en daartoe een respectabel lid van de ABOP, mevrouw Diana Pocky, de laan uit heeft gestuurd en gaat opzadelen met een andere functie. En dan zie je, terwijl men bezig is de boel te verstoren, dat men toch nog de materiële belangen van mevrouw Pocky in de gaten houdt en haar pas op een bepaalde datum laat afzwaaien, zodat ze nog juridisch recht heeft op zo'n vertrekregeling, dat ze tot haar dood het salaris wat het laatst heeft genoten kan blijven genieten. Ja, dus terwijl men bezig is de boel te frustreren en een chaos van te maken, houdt men toch de corruptieve belangen van de ABOP in de gaten. Dat is Suriname van vandaag de dag, waarbij men de persoonlijke belangen belangrijker vindt dan de nationale belangen van Suriname. En ik heb een waarschuwing gegeven dat als het zo is, dat bericht wat ik heb gehoord van het IMF, dat men in Santokki de bevolking van Suriname op internationale podia dommeriken noemt, dan heeft men in Santokki een groot probleem. En ik zou graag verantwoording vernemen van de zijde van de regering of dat bericht dat nu nog steeds in de wereld circuleert, of het op waarheid berust. Ik ga naar het einde, want ik zie dat ik weinig tijd meer heb. Ik wil dus wijzen op de staking gaat volgende week maandag, vindt er een overleg plaats
heb ik begrepen. En het is met name meneer Achai Bersing, die zich, dat is de minister van Financiën in Suriname, die zich hard maakt om erop te wijzen dat die vakbeweging verdeeld is. Ja, dat kan je nu wel zeggen, maar ik heb het al in eerdere uitzendingen gezegd. Onze vakbeweging bestaat alleen maar uit oude knakkers, ja, die in feite de vakbondsbelangen hebben verkwanseld, nooit iets hebben gedaan voor de arbeiders. Dan komen ze op 1 mei, arbeidersdag, allerlei verhaaltjes houden, stichtelijke preken om aan te geven dat ze er nog zijn. Maar in feite hebben ze nooit wat gedaan. En het voorbeeld is Roe Hooghart, die we allemaal kennen van CLO. Ja? En dan zie je dat toen ze, het spijt me het zo te moeten uitdrukken, maar op het moment dat ze parlementariër zijn, dan willen ze als vakbondsleider niet dat de arbeiders in actie komen. Ja? En wanneer ze regering af zijn, zoals nu bij meneer Hooghart het geval is, dan komt hij met allerlei verhalen over kolonialisme en allerlei ismes. Maar we moeten er niet in trappen. Suriname is in problemen. Er is een vreselijke situatie gaande in de geldsfeer. De koers is gegaan naar 25. 1 op 25 voor de Europese euro. En die bevolking in Suriname kreunt. Ze kunnen het niet meer dragen. En Suriname staat op het punt van een uitbarsting. Maar we moeten ons niet laten ophitsen door krachten van de NDP, die natuurlijk garen willen spinnen bij deze situatie in het land. Maar het blijft slecht. En ik moet zeggen, er gaan oplossingen komen. Want u moet niet denken dat de Surinaamse jongeren stilzitten. Ik heb informatie van u. Volgende week komt er nieuws over nieuwe politieke bewegingen in Suriname, die zeggen dat Assane Toki het niet waar kan maken, zijn tijd voorbij is. En hetzelfde geldt voor Brunswijk. We moeten ons schamen als Suriname om mensen als Brunswijk te hebben die internationaal zich niet mogen laten zien. En zo is direct opgepakt en opgesloten dat onze leiders zijn. Ik ben al lang van school. Mijn vader heeft me geleerd. Jonge Ludwig, studeer. Zorg dat je wat leert. Dan word je een man in de maatschappij. En dan komen nu leiders ons vertellen, studeer niet, dan word je een harde drugsdealer, dan heb je direct geld. Zorg dat je een paar kilo's goud om je nek kan hangen, dan heb je ook status. Je hoeft niet te studeren, dat lijkt het adagium. En dan nu, ik wil niks kwaad zeggen, want ik vind die mevrouw een sympathieke vrouw. Dat is mevrouw een levens van onderwijs. Maar die zit nu met die COVID-maatregelen en moet aan die bevolking gaan uitleggen dat je in Suriname niet meer naar school hoeft en dat je je diploma kan krijgen zonder in de banken van de school te hebben gezeten. Dat is een dilemma waarvoor ze staat en dat begrijpt niet iedereen. En nogmaals, het is COVID en nogmaals COVID dat ons bezighoudt en daarmee eindig ik ook. Namelijk dat de bevolking niks begrijpt van die lockdowns. Men is gefrustreerd. Er zijn weer doden te betreuren. Het is deze maand de 36e dode in Suriname door COVID. En in de omgeving is het overal rampzalig. India, dat is het ergste aan toe met het aantal doden per dag. En laten we hopen dat het gezonde verstand ons helpt hier in Suriname om uit de problemen te komen. Als ik kijk naar het beleid van de minister van Volksgezondheid, dan moet ik u eerlijk zeggen, Dat hoor je de mensen ook fluisteren. Die mensen ontvangen op hun televisie de televisieprogramma's uit Nederland en zien veel gelijkenis met wat meneer de minister van Volksgezondheid in Suriname doet. Die kopieert al die maatregelen. Niemand begrijpt meer waarom hij 6 uur thuis moet zijn en dat hij dan COVID tegenhoudt. En dan hoor je toch berichten dat die besmettingen toenemen. Dus dat is eigenlijk het bewijs dat het hele thuishouden van mensen die zoden aan de dijk zet. Ik hoop dat men in Suriname dat goed gaat inzien en de economie niet verder ruïneert. Suriname wordt geruïneerd op dit moment en Boudersen is de laatste die zijn mond moet open doen, want we hebben het allemaal aan hem te danken. Of het is aan hem te weten, moet ik zeggen. Dit was Ludwig van Mulier voor Radio Tamara.
Blijft u geloof hebben in uzelf en in Suriname. We komen er wel. Maar we moeten ons ontdoen van een paar onduidelijke elementen in onze bevolking. En dat kan alleen als we ons gezonde verstand gebruiken en de juiste leiders aanwijzen. Want die zijn er in Suriname. Suriname heeft veel talent. Dat was het voor deze keer. Odi, odi. Ludwig, bedankt en tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Johan.